Kijk, wat voor mij altijd werkt zijn materialen, een geweldig kleurprogramma en gewoon de vrouw. En ook gewoon de Nederlandse vrouw. En die is gewoon niet maatje pink. Dat is niet de maatje 34 wat je op de Parijse catwalk ziet. Dus ik heb het vandaag expres gepresenteerd op vrouwen die ook heel erg bij mij passen. Met een goede buste, mooie taille en gewoon een goede ronde heup. Want dat is ook een Nederlandse vrouw. En ik heb het ook neergezet op 20, 30 en 40-jarigen. Zodat je ook daar het verschil tussen ziet. En dat is ook waar mijn collectie voor is. Die is heel breed. Het gaat over lifestyle en de goede key items die je binnen een collectie van een designer kan vinden. Je hebt destijds voor de V&D gekozen. Waarom? Omdat V&D met 62 vestigingen en een mega goede verkoop via hun website gewoon een hele groot bereik heeft in Nederland. En ze zijn natuurlijk compleet goed verspreid over Nederland. Er hangt ook zo'n kaartbuur met allemaal vlaggetjes erin waar ze zitten. Nou, is een prachtige spreading. En V&D was nooit erg high fashion bezig. En met mij binnen te halen willen ze laten zien dat zij binnen V&D toch heel erg leuke labels hebben. Want ze verkopen er ook Mango, ze verkopen er ook Liv, ze verkopen er Monsoon, allerlei verschillende merken die daar ook hangen. Dat ik denk, ja, er is echt iets aan de hand nu hoor. Waar de Bijenkorf natuurlijk heel erg exclusief is gegaan met alleen maar Vuitton en Gucci en Chanel komt er geloof ik ook nog aan. Dat, ja, weet je, dat is een bepaalde keuze. Maar er is natuurlijk een hele grote groep in Nederland. Je kan dat stuk niet betalen. En daar vind ik het interessant om een collectie neer te zetten waar je gewoon voor €129 een jasje koopt. Of nu het prijzencircus, dat mooie zwart-witte, €99. Nou, dat vind ik interessant. Dat je toch nog een mooi product kan maken voor dat geld. Dus wat ik heel erg doe, dat doe ik met mijn cultuur niet. Daar begin ik met een ontwerp. Dan ga ik een stof bij zoeken. Maar bij de V&D-collectie begin ik met de kleuren, met de stoffen. En daar gaan we het ontwerp bij maken. Dus door het op die manier te doen, zorg je dat je nergens een overlapping krijgt. Beachwear komt er natuurlijk bij vanaf 15 april. Daar ben ik heel erg trots op. En dat matcht ook helemaal met de hele collectie die hier nu ook hangt. Ook qua kleur en qua stijl. Met grote zonnehoeden erbij, pareo's erbij, badpakken, tankinis. Ik heb het hele verhaal mooi rondgemaakt. Mooie neontonen, mooie nachtblauw, zwart-wit grafische prints. We hebben dit keer de collectie ook uitgebreid met een aantal tassen erbij om even uit te proberen. Riemen erbij. Nou, ik denk, vul hem maar in. Ik denk schoenen, laarzen misschien voor het najaar. Of een beetje op die manier gaan we dat uitpakken.